Vandaag wil ik concentreren op het thema hoe werkt deze kerk, NKC, en wat is concreet programma van de, deze kerk NKC in de context van eerste thema herstellen van de kinderparadijs Kia gemist bij mensen die hebben het niet volledig gekregen of die is te vroeg afgebroken. En hoe is mechanisme ontwikkeld binnen deze kerk om de kinderparadijs die in werkelijkheid van concreet persoon beleving is vroeger afgelopen dan 7 jaar, en hoe deze kinderparadijs kan hersteld worden door de activiteiten van deze kerk. Waar gaat het om? Het gaat om dat voor gezonde gebouw van een mens en de groei van gebouw gezond en maximaal volledig, de basis van de kinderparadijs is heel, heel belangrijk. En die moet verlopen van 0 tot 7. Als het in de kinderparadijs, een kind, de kwaliteit van de kinderparadijs betekent dat kind mag geen ontmoeting hebben met het kwaad en het goed. Maar de meest schade wordt aangericht in de wereld is als je kind voor zijn 7-jarige leeftijd ontmoet paradijs door ontmoet het kwaad die binnendringt in het kinderparadijs door nalatigheid van de volwassenen, door ontwetenheid of de sluwheid van het kwaad om tot de kind toegang te krijgen. Ik praat eerste periode van 0 tot 7. Het herstel van het kinderparadijs, zo herschrijven van het verleden, hier in de kerk, wij vinden het mogelijk. En er zijn methoden ontwikkeld om dit te realiseren, te bewerkstelligen. Dus eerst we praten over de periode van 0 tot 7, omdat dit is de basis, dat is het meest belangrijk. Dus beginnen daarmee. De methode bestaat uit volgende. De persoon in kwestie die vindt dat die heeft geen herinnering aan een voltooide kinderparadijs. Het gaat puur om subjectieve ervaringen, misschien directe kwaad niet eens geweest. Maar er is een gemist van voltooide kinderparadijs.
Dus van brede schalen tot het gevoel van gemist, tot daadwerkelijke actieve inmenging van de kwaad met het kind, tot zeven. Herstel is mogelijk te beginnen vanuit periode 21, 28, in dat hele periode, omdat volgens visie van 7 jaar, van 21 tot 28, kind is bezig met, het is geen kind, sorry, meer, het is een al eigenlijk groeiende volwassene, nog geen volwassene, maar het is overgang van de jeugd naar jonge, van de jong volwassene na, op het eind naar volwassenen. Dit is mogelijk, omdat in dit periode van 21 tot 28 is een periode van wanneer grootste aandacht en prioriteit krijgt ik zelf. En ego zelf. Dat ego zelf altijd aanplakt zich aan ik zelf. Ik zelf is ik zelf zonder ego. En het is die ego die eigen gebied eigenlijk heeft, maar aanplakt in deze periode vooral, 21-28, bij het proces van prioriteit en grootste aandacht. En ook wanneer het lichaam, het hart en de brein zijn in staat ook heel veel herschrijving te doen in het proces van de definiëren, bij het proces van definiëring van ikzelf en apart dus ego zelf. En omdat zelf op dat moment open staat voor herschrijving, dan is het vanaf pas 21, maar beter ook iets verder, iets later dan 21, maar kan beginnen inderdaad vanaf 21, is mogelijk herschrijven momenten in het verleden die zijn niet goed, zijn voltooid. En hier, ik betrek weer de situatieleer, die zegt dat voltooiing op juiste manier van de situatie is de enige manier om situatie af te ronden en bevrijden van niet afgemaakte situatie-effect, wat bij meestal normale mensen het geval is. Hoe werkt dat in het concreet geval van herschrijven van het kindparadijs? Beginnen meteen concreet. Een persoon constateert, een mens constateert dat volgens hem zijn kinderparadijs kan niet genoemd worden als kinderparadijs. Nou, beter zeggen, kinderparadijsperiode kan niet definieerd worden als kinderparadijselijk periode. En daardoor is belangrijk
dit erschrijven volgens juiste methode om af te ronden kinderparadijs als zodanig. Dus kinderparadijs van 0 tot 7 moet voltooid worden als kinderparadijs. En als je een mens vindt, het is, was niet zo, het is te vroeg afgelopen, dus bijvoorbeeld 6 jaar, 5 jaar. Ik heb persoonlijk ook al deze gevallen meegemaakt en onderzocht. En ik zag hoe het kan hersteld worden, zodat na herstel, ik ga meteen vooruit nadat het voltooid zich is, mens krijgt het gevoel, ik had voltooide, volledige kinderparadijs. En wat ik vroeger dacht, wat was te vroeg afgelopen over dit en dit en dit, dit is nu afgerond op de manier wat natuurlijk manier is en niet geforceerd of gepusht manier. Gezien praktijk, gezien in praktijk hoe dat, wat te doen. Men neemt zijn mobieltelefoon of andere middelen, stopt een kaartje in en maakt een video van zichzelf waar hij op ingaat in dit probleem zo diep mogelijk en precies definieert wat is misgegaan. Alsjeblieft, dit moet gemaakt worden zonder getuigen. Dit is tijd aan tijd een persoon met zijn videotoestel of telefoon, wat tegenwoordig iedereen heeft. Buitenom stoppen zo'n kaartje en spreekt zo'n video. Heel belangrijk is uitgaan zo diep mogelijk in het probleem wat deze mens denkt het probleem is. De constructie is duidelijk. Ik heb in vorige gesprekken heel uitgebreid daarover gehad. Ik zal ook in de toekomst weer heel uitbreid daarover hebben, omdat het is zo belangrijk. Omdat van 0 tot 7 is de basis voor de hele opvolgende leven, opvolgende periode, bijna, hoe ze zeggen. Dit is een soort periode, kijk daarmee, van 0 tot 7, worden de palen in de grond geslagen. En hoe beter de palen zijn geslagen in de grond, hoe hoger gebouwen kan zijn, hoe steviger gebouw zal ook tegenstaan de situaties van ongelukken, van aardbevingen als metafoor. Psychische aardbevingen, fysieke aardbevingen en problematieken. Dus alle soort tegenslagen die deze mens in zijn proces van groeien en groter worden zal meemaken. Dus slaan palen in de grond, dit is waar kinderparadijs gaat over. En daardoor zo belangrijk dat men heeft gevoel naar herstel, maar kind zijn van 0 tot 7, ik leefde in een kindparadijs. Dus als je dat niet
in concreet geval niet het geval is, dan komt dat hersteld situatie in. Dus terug, men spreekt in de video die probleem die hij vindt, hij is tegengekomen en die heeft verstoord natuurlijke en paradijselijk ook kunnen zeggen, een afronding van kinderparadijs op paradijselijke manier. Dus als je dit niet zo is geweest, dan mens spreekt in deze video en de video kan behandelen alleen één probleem. Wat is heel slecht is. In slecht niet in ethische zin, maar in mechanische zin. Mengen verschillende situaties door elkaar. Dit is de eerste voorwaarde dat het systeem waar ik over heb, werkt. Uithalen één concrete situatie die heeft beschadigd kinderparadijs, zeggen zo een beetje, dat het dekt alle mogelijkheden. En ze zijn zonder einde mogelijkheden die kunnen verstoren. Kinderparadijs is altijd één. Het is één ervaring. Maar wat verstoort paradijs, de unieke manier waar kinderparadijs kan verstoord worden of te vroeg afgelopen zijn, die zijn talloos. Ik kan geen eind noemen de mogelijkheden van verstrooiing. En plus, in mijn visie, het kwaad is altijd actief, het kwaad is altijd inventief, en de kwaad in zijn uiting kent geen beperking. Zo sluw, zo zo snel, zo actief, zo uniek kan kwaad zich uiten en er zijn geen vormen van activiteiten van, er zijn geen einde van de vormen, zo zeggen, voor de activiteiten van het kwaad. En wat ik zeg, onze cultuur is gemest op het kwaad. Dus iedereen komt kwaad tegen, die normale mensen, of krijgt te horen over actieve kwaad in de wereld. Dus daardoor is het zo belangrijk, als je dit verhaal wordt verteld aan de video, het kan alleen gaan over één concrete situatie. Als er zijn meerdere situaties, het is heel belangrijk voorselecteren, om, als je dat proces in het begin, alleen dit is het belangrijkste situatie, daar weet ik het meest helder te herinneren, daar me herinner het meest helder over, en daar praat ik over. Als probleem die heeft mijn kinderparadijs beschadigd. Of vroegtijdig afgelopen geworden. Waardoor het is vroegtijdig afgelopen geworden. Zo, beginnen, selecteren één situatie. Als er zijn meerdere situaties, het is heel belangrijk ze uitselecteren uit deze eerste video. Ook heel belangrijk noemen de datum
de tijd, de manier, alles moet uitgesproken worden. Er zijn daardoor, mag, er moeten geen getuigen of andere mensen dat horen. Het is absoluut intiem. En zo, men spreekt dit, zolang zo deze situatie nodig heeft om te genoemd worden en zo ver in de herinnering moet gegraven dat het alles wat concreet deze situatie omgaat, moet uitgesproken worden en genoemd in de juiste volgorde van de timing. Wat was eerst, wat was daarna. En dat is in één sessie van begin tot eind. De sessie is voltooid. Daarna, men pakt twee stenen. Dus geen hamer, geen ijzer, omdat ijzer kan gemagnetiseerd zijn. En kan beschadigen zo'n kaartje. Twee stenen die niet magneetgevoelig zijn. En dit kaartje moet kapot maken. Zo kapot dat niemand kan die kaartje laten herstellen en informatie aflezen. Dit is heel belangrijk voor de veiligheid van die persoon, maar ook het is inherent die methode met welke deze kerk werkt. Dus het kaartje moet verpulverd worden, onherstelbaar, en daarna in de envelop, liefst gebubbeld met plastic bubbels, zodat niemand kan weten wat in dat envelop is, en gestuurd worden naar dit adres van de, dat is het postrestantenadres van de kerk, daar staat mijn naam is, omdat het zo werkt de post het gericht naar adres waar het kan opgehaald worden, omdat het is postrestanten. De post blijft in de postkantoor voor de ophalen. Daarna komt het proces van erkennen van de graad van de moeilijkheid van de situatie. Maar het is, oké, dit is iets later moet ik zeggen. Beter zeggen dit afronden. Nadat kaartje is verpulverd, nadat adres is geschreven, de timbers kunnen op die postkantoor of al kunnen meteen plakken. Er is alleen maar 45 minuten, dat is heel belangrijk, 45 minuten om dit kaartje op de post te doen, zodat die uit de hand weggaat. Waarom deze timing? Timing is belangrijk omdat wij zijn nooit uitgepraat uit over één moeilijke situatie. En naarmate mens uit zich, er komen nieuwe herinneringen en nieuwe situaties, nieuwe onze geheugen zijn niet zo betrouwbaar, dat weet wetenschap tegenwoordig ook. Dus het is belangrijk in één sessie doen, zodat consequentie van herinneringen goed met elkaar communiceren kunnen zijn en in één lijn zijn. Ik herhaal één concrete situatie. Situatie leer zich niet mengen 2, 3, 4, 5, 6, whatever getal situaties door elkaar. Al twee situaties die worden vermengd door elkaar, maken een effect van ontstaan van een chaos. Dus heel belangrijk, en dat hoort bij die huiswerk. Ik kan alleen daarover vertellen hoe het moet,
En het is heel belangrijk selecteren één situatie, hoofdsituatie die belangrijk praten we steeds over kind van 0 tot 7. En daarna, binnen 45 minuten, moet gestuurd worden. Niet meer herschrijven situatie, niet meer opnieuw beginnen. Gesproken, gebroken, verpulverd, gezeild. 45 minuten gestuurd. Na 45 minuten beter het niet doen. Gewoon vernietigen de boel en wachten nieuwe inspiratie om dit proces opnieuw te doen. Niet sneller dan doen we 7 dagen voor veiligheid. 3. Er is nog herinnering te veel, maar na 1 week, 7 dagen, voltooide week uit de Bijbel, voltooide creatie, dan begint een nieuwe week, nieuwe creatie, en dan weer dat doen. Als je te laat wordt dan 45 minuten, jammer, maar alles verbrandt. Omdat, dat zijn de wetten die ik niet eens uitspreken. Waarom het is zo? Het zijn door empirische ervaringen zo vastgesteld. Kijk, hier wetenschap ontmoet mystiek en geestelijkheid. Hè? Dus het is een ontmoetingplek. Er zijn allemaal bewezen methoden, dat wel. Maar ik wil niet meteen ophangen alle verklaringen. Omdat, zegt, het is een mystieke en spirituele en praktische, reële, fysieke processen. Dus, 45 minuten, als je niet gelukt, over 7 dagen, 1 week, kan het proces herkammen, kan het proces opnieuw beginnen. Daarna komt dat proces, als zo'n envelop aangekomen hier, die is gekoppeld aan de behandeling van dat alles, is gekoppeld aan de moeilijkheidsgraad met welke die moet behandeld worden hier in de kerk. En daardoor heb ik gekoppeld geldbedrag, die in principe een donatie is. Het is niet je mag niet zeggen dat het is een betaling voor de arbeid. Het is een betaling voor het werk, nee. Het is een soort donatievorm. Maar de moeilijkheid, dus de graad van de moeilijkheid van de problematiek binnen één situatie moet uitgedrukt worden via getallen. Dan weten wij hier, hou mee omgaan. Oké? Het is heel belangrijk, omdat het is uitgekende methode en alle elementen moeten kloppen om tot effectieve resultaat te leiden. Nou, wij vonden dat 9 graden is voldoende, maar ook via getalenontwikkeling. Alle situaties na 9, die gaan deformeren. Getalselement. En daar besloten niet boven gaan. En onder is 1. Dus eerste situatie, eerste niveau is 1. Dus gebaseerd op 1,11 euro. Dus 1111 centiem of centen, zoiets. Euro. Belangrijk dat daar staat dus 111
komen, dus 111 plus 11 centen, zoiets. Euro, dat is 1. Complexiteit 2, dus hogere graad. 2, 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
euro, 22 cent. Twee. En zo 3, 4, 5, iedere keer dus 333, 434. En iedere keer dus 33 cent bij, en cetera, cetera. Tot 900, dan houdt het op. Dat getal die men kiest te doneren, vertegenwoordigt de moeilijkheid volgens dat deze persoon die het stuurt, moeilijkheidsgraad van de situatie. Als u denkt alleen aan economische zijde en wil zo goedkoop mogelijk doen, u kunt doen wat u wil, u hebt een vrije wil en een vrije hart om te beslissen wat u wil. Maar als het behandeling van de situatie, die komt in dat gebroken kaartje. Dus het wordt niet fysiek gelezen, daar gaat het om. Zie je wat het mystieke en spirituele, geestelijke aspect van behandeling aanwezig. Die moet dus niet gezien worden als zodanig, omdat het gaat om situatie die dus situatie leer die heeft methode dus ontwikkeld, die kan deze situatie afronden. Het is ook trouwens getest, hè? Dus het zijn geen sprookjes uit kindertijd. Het zijn echte volwassene handelingen. Dus nadat ze zijn behandeld, wordt de situatie afgeronden. En zelfs hebben we meegemaakt dat zelfs de betrokkenen personen, dus niet direct de persoon zelf, maar personen die betrokken bij de situatie, veranderen hun positie, hun gedrag, hun ervaring met deze persoon. Dus als het alles juist verloopt wat ik goed beschrijf, dan dus niet alleen de persoon in kwestie beleeft verandering, maar ook personen die betrokken zijn bij de situatie als mensen die inderdaad betrokkenheid hebben. Ik herhaal, wij willen hier niet weten concrete gevallen. Dat is wat zo bevrijdend is van deze methode. Je hoeft niet in de details kapot gaan. Nee, hier gaat om de situatie zodanig. En daarna ik hoop, ik heb het voldoende uitgelegd, dat eerste sketch over hoe dat werkt. En hier komt heel belangrijke uitleg waarom deze activiteit is zo belangrijk. Ik begon dus met het kinderparadijs, omdat dit is het belangrijkste, is de hoeksteen. Die zijn de palen in de grond van de geest van het kind voor heel leven. Nu komt proces
andere proces, die men moet eigenlijk meer zelf doen. Maar misschien in de toekomst, als wij kunnen open, soort centrum waar mensen kunnen naartoe komen, dan kan het ook binnen centrum gesproken worden. En plus voor de vooral voor de dat belangrijke aspect van in het leven, die ontmoeting met die wijsheid, daar kan het alleen via hand tot hand, levende mens tot levende mens, kennis overgedragen worden, en die kan niet overgedragen worden door media. Wat, hoe ook goed deze media kan zijn, maar het blijft toch een media, en daardoor het kan alleen niet de uiteindelijke spirituele vraagstukken behandelen. Maar dit is ook heel belangrijk, omdat het herstelt de mens om te beter functioneren als geheel mens, als niet optimist, maar mens die heel sterk staat op de basis van zijn eigen zijn, in innerlijke unieke zijn. Dus, tussen 21 en 28 kan mens ook zelf bepaalde aspecten van niet goed voltooide kind zijn herschrijven. Men doet dat door middel van verplaatsing. Het is niet makkelijk, maar als iemand heeft al bepaalde ervaring met een bepaalde soort zelfkennis, het is mogelijk, omdat dit is niet zo zwaar proces. Verplaatsing, dat wil zeggen dat men desassocieert zichzelf van dat kind van toen, die had niet goed of misschien helemaal geen kinderparadijs. En deze kind met niet goed of niet voltooid of helemaal niet hebbende kinderparadijs, hij geeft een andere naam. Hij creëert een displacement, hè? Verplaatsing. En aantrekt aan zichzelf een nieuw kinderperiode. Het is alleen mogelijk na 21, hè? Tussen 21 en 28. Dat is het beste, kan ook laten, maar daar komen andere prioriteiten en dat wordt een beetje chaotisch. Maar in deze periode, men kan zeggen, ik ga herschrijven zelf mijn kinderperiode, en ik ga creëren paradijselijke jeugd die ik heb gehad. Dus dat is verplaatsing. Dus men gaat uit, hij heeft die wel gehad, kinderlijke paradijselijke jeugd. En wat hem in feite gebeurt, hij delegeert aan een andere persoon. Hij creëert persoon en hij noemt het persoon X. Geven geen naam. Omdat deze beelden kunnen plakken ergens. Dus dat is een persoon X. Een vreemde.
En zo zelfs, u zegt, ik ken die persoon niet eens, daarom noem ik persoon X. En u delegeert al dit onvoltooide, niet paradijselijke jeugd aan dat persoon X. En het is werk van persoon X om dit te herstructureren. Dat zal doen die persoon X. Daarom mag geen naam noemen. Stel voor, ik kom nog tegen iemand met die naam. En u mag ook geen beeld hebben in uw hoofd. Echt, dat mag echt niet van die persoon. Omdat die kan het is ethisch gezien absoluut verboden eigen ellende delegeren aan iemand anders. Mag echt niet. Dus daardoor is heel, heel essentieel eerst dissociëren met de negatieve beeld. Beelden, ja, hoewel woord negatief is een beetje link hier, omdat ze zijn. Kijk, ze zijn feiten, ze zijn inderdaad negatieve, ze zijn slechte feiten, die hebben iets wat bedoeld was, paradijselijk periode, beschadigd of kapot gemaakt. En toch, in proces van verplaatsing van deze gehele periode, uit 07, beter niet noemen deze beelden negatief. Gewoon allemaal pakken in één pakket, in één zak, zeg. Zak, niet zo goed woord. Maar zeg, in één doos. Oh, dat is beter. Doos. Pakken in één doos. En dit delegeren aan persoon X genoemd. En geen beeld van iemand hebben die u kent, die heb ooit ontmoet, geen enkele beeld. Gewoon noemen, net als wiskunde, X. Gewoon persoon X. En u geeft alle pakketten aan hem. Alles. Ook positieve ervaringen. Daarom mocht ik niet noemen negatief. Nu, daar zit het. Je geeft hele periode die u hebt gehad in zeg vroeger, in zeg echte leven, die fout is gegaan, hè? Maar u delegeert hem de hele jeugd, hele pakket, ook met goede, snap je, daar zit het, goed en, nee, hele situatie van 0 tot 7 in de doos en de doos delegeren aan de persoon X, genoemd persoon X. En daarna forget it. Vergeet het. Niet meer aandenken. Het is een persoon X die zal aan het werk gaan. Een persoon zonder gezicht, zonder naam, zonder achternaam, zonder geboortedatum, hij zal het opruimen. U hebt lege ruimte, nu, tijdelijk, heel kort. Inderdaad, het is heel kort. Als je weer niet op tijd gaat dit vullen, dan komen weer alle soort krachten. En voor u gaat het doen, en u weet niet wat u zal krijgen. Dus, eventjes, het is leeg. En u gaat het herschrijven van 0 tot 7 als paradijselijk kind. Als kind in het paradijs. Eerst, u noemt dat hele nieuwe periode van 07, ik had paradijselijk periode. En alles wat gaat over het paradijs, wat u hebt in de boeken ooit gelezen,
wat dit, wat dat, wat dit, wat u zou ook lezen naar deze. Belangrijk, snel handelen en eerste, dit op slot zetten voor het kwaad. Ik had paradijselijk periode, check, slot op slot, sleutel op slot. Slot op slot, zelfs mooi. Slot op slot, dus u zelf bakent het af, periode. Zodat kwaad kan niet meer naar binnen kruipen en weer alleen dan richten. Dus u noemt dat hele periode, net daarvoor, het was helemaal leeg, al inhoud was weggegeven, nu is leeg, en u noemt eerst dat hele periode afbakenen, het was, ik had een paradijselijk jeugd. Ik ben paradijselijk kind geweest. En dit is mijn basis. En weet je wat? Ga niet verder elaboreren. Dus uitwerken. Ik denk, dit is heel belangrijk. Niet gaan verder in details, omdat dit is geen literatuurwerk. Dit is echte leven. Het zijn die palen die moeten geslagen worden, zo stevig. En dat is de bedoeling van paradijselijk kindperiode. De palen in de grond van eigen zelf, van eigen bewustzijn. Deze palen geslagen, zodat het gebouw kan groot zijn. Dus, noemen, afsluiten, slot op slot. Het was paradijselijk periode, kwaad mag niet binnen en niet meer gaan aansleutelen. Weer, slot en sleutel, niet aan gaan sleutelen. De behoefte, niet behoefte, de informatie over kindparadijs die bij ons allemaal op de, zeg, bijna genetisch niveau al geschreven is, bij ieder mens. Daarom we ervaren ook verstrooide kindparadijs als enorme ellende en daarom het zo bepalend is. Die informatie zit daar en die zal op haar intieme, onzichtbare manier aanvullen, invullen, deze gesloten periode die niet meer toegankelijk is voor het kwaad. Dat is essentie. Dus niet gaan zelf sleutelen, omdat ieder mens die al 21 plus zeg, is, hij heeft te veel kennis over het kwaad. Dus hij is niet zuiver om te... Wauw, dat is prachtig, hè? Het is gewoon prachtig, goed als je ziet, hoe dat allemaal in elkaar zit. Hij kan altijd weer fouten maken. Dus, wat doen? Bewust noemen, bewust afsluiten, slot op slot. Kwaad, zo'n muur bouwen dat kwaad nooit kan nooit meer binnen en niet meer aansleutelen, sleutelen dus, en niet meer bemoeien. De genetische informatie die daar zit, die zal het invullen, zonder ons bemoeienis. Belangrijk probleem ermee moet afsluiten en het moet dus teruggaan tot 21, 28 periode is groeien van zelf, ikzelf, en groeien van ego. En ego is bedoeld om ons te beschermen van alle soorten ellende. Ego,
is uitgegroeid uit simpele beschermingsmechanismen. En die groeit autonomie en zelfstandigheid gekregen in meestal moderne culturen. En ook westerse culturen. Ook heel, heel belangrijk aspect is. Dus daardoor die ego zo ontwikkeld, omdat zoveel wordt aan gestimuleerd. Dus hier kunnen wij zeggen, dit probleem is afgerond. Dus als u kan zelf doen, zo, dit is de wij, zo te doen. Maar er zijn uiteraard, waarom de video is belangrijk, er zijn complexe problemen. En voor deze complexe problemen, dat is dus, dat bieden we aan, die weg met de video's en sturen naar de kerk, MKC. Adres en etcetera. In de video zal ik die adres herhalen als ik die dit is ook karwei, al die video's maken. En dus ik weet nog niet wanneer ze zullen klaar zijn voor YouTube. Terug naar na dat periode 21-28. In deze periode, wij kunnen herinneren andere problemen die we hebben gehad. Eerste bijvoorbeeld problemen in emotionele periode. En dit is wanneer emoties ontwikkelen zich, eerste verliefdheden, eerste emotionele emoties, dus snelle gevoelens en gevoel lichaam. Is het trage, is lange. En die is meer ook gekoppeld aan instincten. En emotie ook gekoppeld aan instincten. Maar emotie draait heel vaak met tegenovergestelde beelden werkt. Met heel vaak. Dus iets is goed, iets is niet goed. En dan naar dit en dan naar dat. En deze doel van emotie, constant in beweging zijn, in een verandering zijn en ontdekken emotioneel gezien weer zelfbeschermend aspect zit in. Dus emotie ook is gekoppeld met ego. Nou. Dus emotionele periode groeit tussen 7 en 14, een soort structurele omgrenzing. En daar kunnen ook heel veel traumas plaatsvinden. Ik moet zeggen dat deze traumas al veel moeilijker zelf herschrijven. Waarom? Omdat het is de periode wanneer mensen al beweegt in dat veld van de cultuur. Beweegt in het dus veld van kennis van goed en kwaad. Beweegt van wirwar van emoties. Beleeft de eerste verliefdheden, het is net als eerste ziektes. Je moet overheen. Maar sommigen blijven zitten in deze eerste kinderziekte. Dat is nog kind, hè? Van 7 tot 14 is nog kind. En problemen die daar zijn komen, die zijn vaak gekoppeld aan communicatieve elementen van de mens met die buitenwereld. En als de traumas tijdens emotionele periode
groot zijn, dat beschadigt karaktervorming van die mens, die emotioneel gaat sluiten en zeer wantrouwig is tegenover de wereld. Na 14 tot 21, dat komt periode van ontwikkeling van denklichaam. Dus van niet intellect, alleen intellect. Intellect zit in denklichaam, maar het is maar een deel van. Maar denk, wat we kunnen zeggen, mentaal lichaam. Dus alles wat denkt. En dat ontwikkelt in die periode. En daar kunnen ook traumas ontstaan. En ze zijn nog moeilijker te rechtzetten. Omdat de complexiteit van problemen meer complex is. Dus er zitten meerdere situaties door elkaar heen. En ieder mens beleeft de traumas in een of andere vorm door ontwikkeling in al deze perioden. Ook in de periode van ontwikkeling van ikzelf en ego. Daar zitten ook al eens zo traumas en ontdekkingen die kunnen menselijke innerlijke leven beschadigen en traumatiseren. Dus dat bevestigt hoe belangrijk, waarom zo belangrijk is dat kinderlijke kinderparadijs. En wij hebben dit al daarover gesproken en duidelijk gezegd hoe eerste hulp daar is, is dus afronden dat, ik zal het niet herhalen wat ik heb gezegd, maar afronden en niet meer aankomen door het vertrouwen dat kinderen, de informatie over kinderparadijs is geschreven op, ja, het is iets hoger dan genetisch niveau, maar level, maar het is daar. Het is niet belangrijk om daar allemaal, wat ik zeg, niet aankomen met als je volwassen bent of als je in de cultuur leeft, omdat je kan alleen maar ellende aanrichten. Belangrijk is aansluiten, openstellen en weten, daar zit de informatie over kinderparadijs, om dit is genetisch, bijna genetische informatie uit het verleden wordt doorgegeven. En die zal invullen. Maar die emotionele periode, daar informatie al heel veel gemaakt, door de stand van de cultuur. En die mentale periode, ook daar veel informatie, die formeert de mentale ontwikkeling, die is door de cultuur geformeerd op heel grote, in heel grote mate. En de in ikzelf periode ook cultuur heeft een grote rol en daardoor herstel zelf veel moeilijker is. En ook die informatie, als het iemand constateert, ik zit daarmee, relatie, mentale problemen, alles gezond is. Hè? De kerk is geen dokter en zo. Het gaat om gezonde problemen, normale problemen binnen gezonde lichaam en gezonde geest. Dus die zijn deformatie. En die problemen kunnen ook opgestuurd worden. Hetzelfde methode wat ik heb al beschreven. En het werkt ook omdat het gebaseerd op
ook mechanische aspecten van onze geest, maar ook op de dynamische, hoe dat geest functioneert, de realiteit van de geest. Daarop gebaseerd deze methode met video's en opsturen. En wat ik zeg, heel belangrijk, definiëren het niveau van het probleem. Dus als je probleem daadwerkelijk niet probleem is, maar niet zo groot, uiteraard, daar hoort getal 1 bij. En bij meer complexiteit van problemen hoort een groter getal, maar bij 9 houdt het op. Dus dat is de schaal van 1 tot 9. Dan, hier, nou dat is weer bijna pauze, en ik denk hier deze thema een beetje afsluiten. Dus de nadruk ligt op het kinderparadijs, en daarna ook problemen die komen in andere perioden, ook in volwassen leven, die kunnen met video's, hersteld, nou niet hersteld, maar deze situatie kunnen afgerond worden op de juiste, gezonde manier. Dat kan ik dat duidelijk maken, wat is de mechanisme van werking van deze processen? Afronding van de situatie op de juiste manier, gebaseerd op de kennis van de geestelijk leven. Dus, bij afronding, zal ik alleen herhalen, waar komt het kwaad vandaan? En dit is de cultuur. Daar heb ik uitgebreid over gehad en wil blijven praten, omdat in alle vormen, in alle talen, zo dat het wordt begrepen, dat cultuur is niet de grootste goed, maar het is de hoogste kwaad die men heeft zelf gecreëerd. En dat heel veel situatie ontstaat door ontmoeting met het kwaad. En dat voltooiing van de situatie is bewerkstelligen dat de situatie overlijdt en bevrijdt haar plek voor echte leven.